is het tijd zijn van start met 10 uur 18. Dus op de regering. De zorgpakketten in de stad ontstaan. We hebben een voorkeur dat we altijd een voorpakketten die aan de voorkant staan. Dat u voor de oorlog is aan. Voordat ik door de afdeling wil, wil ik nog op aankomen in de zaak. En dan zeggen aan de hoofdstructuur. Wie krijgt de televisiering van de sportiefcentraat van Nederland? Dat is Buf, hoofdsponsor. We hebben Haya, Sokker uit Nijmegen. We hebben een honderdtal van deze sportstudenten die vandaag hakken de persoon geven om Molen Makkie een meesterstukje te laten worden hier, hoor. We hebben Autolak van John Verbeek. We hebben Kooi Optiek hoortoestellen. We hebben de bestgroep sport... Op die 5 kilometer. Natuurlijk praat je over de snelste tijden in Nederland. Maar dit jaar geloven. En u weet, dat is in Werkendam 14-10 geweest. Maar dat zal vandaag hier niet aan de orde zijn. De snelste tijd is gelopen door Suzanne Kuiken, 15-43. Maar dit is een Nederlander parcours. Dat heeft niks te maken met. Wat op naam staat van Koen de Wit. Koen de Wit was dit jaar al bij vorig jaar, dacht ik. Dit jaar was hij ook op de Wereldspelen in Colombia. Dat is 16 seconden onder het parcoursrecord. Wat kan John Albers vandaag? Hij liep de 14 kilometer, de N70 trail. Wat blijft lachen, hè? Oh, kom dan. Oh, schrik. ¡Cabeza!
is verleden tijd. En we gaan ons opmaken op het mooiste plein van Noord-Limburg. We gaan naar het Plaza-terrein, geloof ik, van Moros Mackie. Gaan we de prijs uitreiken? Van Sneek nog een keer schaatsen, dan kun je daar die mensen allemaal bedacht prijs uitreiken. Dan is het systeem dan dat er geloof ik 6 atleten komen gelijk naar voren. We beginnen met de 5 kilometer. Wij gaan naar Juri Pessy, Wilco Aoi, Mike Fokke, Fleur Bonnet, Babette Kroepman en Pascal Torenbos. Dat zijn de atleten die zo dadelijk naar voren komen. Het was een beetje glad en opeens lig je dan. Is dat mooi, hè? Zij was vroeger Nederlands kampioen. Welk jaar was het? 2000. Nee, was goed, hè? Jullie ben je trots op haar of niet? En jij op haar, hè? Ja, zeker weten. Ik ben nog in 2000 mee geweest om aan te moedigen. En ja, ze weet uiteraard Nederlands kampioen. Prachtig in Holte. Ja, tweede, hè? Ja. Ja, jij tweede, hè? Ja, ik werd zo tweede. Makkelijk, hè? Ik zeg het even, omdat zij in het hoogste puntje van Noord-Holland woont, Den Helder, hè, is het toch, hè? Den Helder, Lucienne Groenendijk. Moet je maar eens even googlen. Een van de beste runbike-runners ooit hier samen met... was eerder maar hier ook... Die heeft een latte relatie met Doesberg, want dat is nu haar woonplaats even. En Juni van den Berg, wil jij ook de pet volgende keer inruilen voor een Molenmoens Mackie, Ruby en Roses muts, hè? Dat is wel mooi. 10 kilometer. Wij gaan naar nummer 3. Het is Mirjam van den Ende in een tijd van 47.51. Lucienne Groenendijk, Doesburg en Den Helder. Naar een tijd van 44.30. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, 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 hiep. Volgend jaar, Mark, hoef je gedrag wat ongeveer vergelijkbaar is met de afgelopen jaren. Dus we zijn constant bezig, dat is hartstikke mooi. En er is het bedrag. Proficiat. U wil ook nog even kort wat zeggen. Ja, toen ik er aankwam, toen zei iemand tegen u, wat zie je er toch netjes uit? Iedereen loopt hier in gezellig losse kledij. Maar ik dacht, als je bij zo'n happening mag zijn met zoveel lopers die zich zo inzetten voor dit doel, dan denk ik, dan moet je daar netjes voor gekleed gaan. En dat betekent ook dat ik jullie met z'n allen en de organisatie met dit fantastische gebeuren, met deze happening, van harte wil feliciteren. De lopers uiteraard, want die hebben ervoor gezorgd dat wij dit mooie bedrag weer mogen uitgeven aan onderzoek specifiek voor vrouwen die kanker hebben. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. En daar danken we jullie nogmaals hartelijk voor. Ik moest het kort houden, want hij heeft al te lang gepraat. En ik zie al, iedereen wil andere dingen gaan doen. Nogmaals, hartelijk dank. Super, inderdaad. Heel erg kort gehouden. We hebben nog een heleboel tijd, jongens. De burgemeester, dat is ook een man die de meeste tijd heeft, hè, als eerste burgemeester. Burgemeester, mag ik aan u vragen namens de organisatie om u netjes aan te kleden? Want dat is net gezegd, hè, door Ruby en Rose zijn, niet zonder ambtsketen. En het staat u als gegoten, hè. Toch is een mooie sport. En weet je wat jammer, ik had zo gehoopt dat hij de gitaar had meegenomen. Hè. Maar hij is een van de best spelende akoestische gitaarspelers van West-Europa en Noord-Limburg. Hè. Kom maar, burgemeester. Want u heeft nog een hele belangrijke taak te doen. U kunt er vrienden mee maken. Misschien maak je er geen vrienden mee. Maar er was een competitie van de hoofdsponsor van BUF om de televisiering prijs uit te reiken aan de beste straat, toch? Ik kan heel veel zeggen, ik kan weinig zeggen. Maar welke straat, is u enig idee welke straat in aanmerking komen voor die publieksprijs? Nou, er waren de drie bekende, dus één van de drie, hè? Weet u het dan? Nee, ik weet het nog niet. Nee, weet ik ook niet meer. Dan wil ik het al zeggen. De drie straten die er het meeste aantal deelnemers gerelateerd aan het aantal huizen hebben, dat zijn de Chopinstraat, de Franciscanessenstraat en het Hoevenveld. Maar er kan er maar eentje winnen natuurlijk.
En de burgemeester gaat dat zeggen en alle deelnemers en bewoners en vrijwilligers uit die straat mogen dan vervolgens naar voren komen, op het podium met z'n allen. Nou, dat is mooi. Nou, burgemeester, u weet het, maar wordt dat ingefluisterd? Oh, u gaat het onthullen, staat er iemand. Ik weet niet of u al de microfoon vast wil houden of dat u dat open gaat maken. Want dat is wel een cadeau is best... Oh, dit is mooi, hè. En is daar een vergunning voor in de straat, hè? In de gemeente om zo'n ding op te hangen? Nou, soms moet iets kunnen gewoon, hè. Ja, moet gewoon kunnen. Zeker 200 jaar koninkrijk en dan een nieuwe straat in Molenhoek. Dat is toch het einde. Maar Mokermiddelaar bestaat langer dan 200 jaar, hè? We gaan het over koninkrijk, hè? Oké. Hoe lang bestaat u? De gemeente. U bent nog een hartstikke jonge kerel. De gemeente die bestaat vanaf 1800. Ja, dat is toch geweldig, hè? Dat u daar burgemeester mee geworden vorig jaar. We moeten verder niet in spanning houden. We gaan dit bekendmaken. De prijs voor de straten die gaat naar de... Francis Canessestraat. Club. Fantastisch. Past dat allemaal? Ja, jullie gaan met elkaar zo om dat het allemaal moet lukken, hè? Dit is de winnende straat. Ik ga jullie allemaal een handje geven. Aan wie mag ik hem overhandigen? Zijn jullie eruit? Doen jullie het democratisch? Gewoon aan hem. Van harte gefeliciteerd. Ik jou een hand, ook andere hand. Hartelijk gefeliciteerd. Geweldig, applaus mensen. Jij ook gefeliciteerd, hè? Allemaal gefeliciteerd. Erg leuk, want ik begrijp dat dit voor de eerste keer is dat het met straten ook, met buurt gebeurt. Heel erg leuk. Ik wil tot slot, dan geef ik de microfoon weer terug, aan de man die ongelooflijk... veel kan zeggen in korte tijd. Doe je fantastisch. Mag daar ook een applaus voor. Maar ik wil echt een groot applaus en een groot compliment voor de organisatie van Molenhoek Smakkie. Voor al die vrijwilligers. Echt fantastisch. De snelste straat. De snelste straat, ja, ik weet het ook allemaal niet, die wordt op een later moment bekendgemaakt.